komen wij vandaan? Waar gaan wij naartoe? Waarom gebeuren dingen en waarom gebeuren dingen dan zoals ze gebeuren? Geschiedenis leert je inzicht krijgen in de complexiteit en de evolutie van de samenleving. Geschiedenis leert je dus inzicht te krijgen in de onderlinge beïnvloeding van de componenten politiek, economie, sociaal leven, kunst, wetenschap en religie. Met andere woorden, wie geschiedenis studeert, krijgt een beter inzicht in de evolutie van mens en maatschappij. En het geschiedenisonderwijs zit duidelijk in de lift. Het aantal studenten stijgt en historische romans, boeken over geschiedenis en historische films en games liggen goed in de markt. Tijdens de opleiding geschiedenis komen alle periodes aan bod. In het eerste jaar bestuderen we de prehistorie en de oudheid. In het tweede jaar komen de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd aan bod. Tijdens het derde jaar tenslotte wordt de moderne en hedendaagse tijd onder de loep genomen. Uiteraard is er nog voldoende aandacht voor de stages en de didactische ateliers als voorbereiding op de stages. Jullie worden uiteindelijk opgeleid tot leerkrachten geschiedenis. Wel, de geschiedenis wordt bestudeerd op een gevarieerde en interactieve manier, door middel van een hoorcollege of zelfstandig begeleid studeren, door de verkenning van het werkveld, blended learning, door werkcolleges, stages en ook studiereizen. Een opleiding geschiedenis bestaat uit het bestuderen en het memoriseren van feiten om zo inhoudelijke kennis te verwerven. Maar het heeft totaal geen zin wanneer die kennis niet samengaat met het verwerven van inzicht in de evolutie van mens en maatschappij. We moeten dus ook leren historisch te denken. Hierbij is er uiteraard aandacht voor de actualiteit, want ook dat behoort bij de geschiedenis. Daarnaast zorg ook voor dat jullie de noodzakelijke vaardigheden kunnen verwerven voor het onderwijs. Daarbij zullen jullie tijdens de stages heel wat praktijkervaring kunnen opdoen in het onderwijswerkveld. Wel, de cursussen om te studeren staan online of zijn verkrijgbaar in de boekshop. En je zal dan ook merken bij het studeren dat doorheen de opleiding er sprake is van een toenemende zelfstandigheid in de verwerking van de leerstof. Naast het gebeuren in de klassen en in de scholen gaan we ook tijdens het tweede jaar op studiereis naar Parijs en de kastelen van het Île-de-France. Dit om ter plaatse de geschiedenis van Frankrijk en Europa te bestuderen, daar waar het zich heeft afgespeeld. We bezoeken het Louvre, de kastelen van Vaux-le-Vicomte en Fontainebleau en Versailles. Dat dat natuurlijk ook ontzettend leuke reizen zijn, dat spreekt voor. Geschiedenis, voor wie is dat nu bedoeld? Wel, voor iedereen met een passie voor geschiedenis. Voor iedereen ook die zich wenst in te zetten om een inspirerende geschiedenisleerkracht te worden, om zo later de eigen passie over te dragen aan een hele generatie van leerlingen. Hebben jullie graag meer informatie, dan zijn jullie welkom tijdens de infodagen of je kan altijd een mail sturen naar de twee lectoren geschiedenis, Els Vinks en John Aalbrecht. We hopen jullie terug te zien tijdens de lessen geschiedenis.